Samenwerking zit hematologisch in het bloed. In 2016 hebben we in het regionalisatiedocument vastgelegd wat er in de regio afgesproken moet worden, met nog heel veel ruimte voor hoe je dat dan precies doet. En dat is de focus van dit project. Met vertegenwoordigers van de patiënten, hematologen, kwaliteitsmedewerkers en IKNL hebben we het document geoperationaliseerd. We hebben voorbeelden verzameld en beschikbaar gesteld en regio's ondersteund bij het formuleren van hun eigen plan. En alle regio's hebben nog zo'n plan. We maken nog een versie voor patiënten en dan kunnen we met vertrouwen dit project afronden. De Patient Benefit Assessment Scale is een digitale gesprekshulp. De gesprekshulp beoogt op een visuele wijze inzichtelijk te maken voor oudere patiënten wat hun doelen zijn ten aanzien van een toekomstige ziekenhuisbehandeling en of deze zijn behaald. De gesprekshulp is een geschikte tool voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en streeft daarbij naar een effectievere communicatie tussen patiënt en zorgverlener. De gesprekshulp levert daarmee een bijdrage aan nog passendere zorg voor de patiënt. DPART is een kwaliteitsregistratie voor polyklinisch behandelde patiënten met diabetes mellitus. De registratie heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de landelijke diabeteszorg, om deze doelmatig en van hoge kwaliteit te houden. Elk ziekenhuis heeft inzicht voor de eigen patiëntpopulatie in patiëntkenmerken en uitkomsten, zoals HbA1c en complicaties. En mede door vergelijking met andere ziekenhuizen kunnen deze inzichten leiden tot verbetering van kwaliteit van diabeteszorg.